Daar zijn wij weer. Ja. Op Chris. Op Slagharen. Ik ben altijd die naam vergeten hoe dat met Halloween is. Nightmares of zoiets? Ja, zoiets. Nah. Western Nightmares. Ja, dat is hem. Ja. En dat ligt daar. Nou ja, we hebben natuurlijk al een vlogje uitgezonden, maar we gaan hem nog een keertje doen. Voor, hoe heet het? Om te kijken of er wat veranderd is, toch? Ja. Nou, gaan we dat even opnemen. Nou, inmiddels zijn wij bij de ingang, die zie je daar zo. Maar ik wil zeggen, dit is eigenlijk gewoon een testvlog om te kijken of die het ook bij weinig licht goed is. Hè? Daar gaat het eigenlijk om, dus dat gaan we ook proberen. Zullen we gaan? Ja. Gaan naar binnen. Ook wel een mooie test, daar weinig licht. Ja, ik dacht dat nog grappig van mij. Dus ja. Dat er hier wat gebeurt, dus er nee. Ik ga het eigenlijk even een hapje eten, want we is nog even wachten of de parade wel of niet doorgaat. Dus ik weet het niet. Chris weet hem ook niet. Dus, nee, dan wachten we nog even goed. Ja. Gaan we maar even die kant op of de andere kant op? Nou, oh, dames en heren. Oh, nee, we geven het zo. Even terugdraaien. Deze twee jonge mannen hebben honger. Ja. Ze gaan dadelijk aan de pasta en aan de pizza. Nou, hopen we dan. Zo. Nou, we zijn even lekker wachten op die pizza. Ik denk dat ik die autofocus nog even uitzet. Want dan gaat hij maar echt eentje in het licht zetten. Ja. Ga ik uitzoeken. Ik vind het een beetje vervelend. Leuk, maar vervelend. Het is heel druk, hè? Ik zie hoeveel druk er is. Dus. Oh ja. Prima uit. Deze ook. Ja, ik denk dat het lekker is. Ik hoop het. Ik hoop het altijd dat zoiets lekker is. Kijk, nou zoomt hij normaal. Ja, prima. Goed gelukt. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou, dat was het eten, hè? Ja. Ik vond het lekker. Ik vond het lekker, ja. Ja, we hebben dus hier gegeten, zoals je ziet, hier zo. Bij Randy. Randy's pizza en pasta. Nou, we gaan nou eventjes de... hoe moet ik het zeggen? Wat is dat ding? Stoeltjes. Ja, stoeltjes lift. Hoe dat ding? Klopt. Cable cars. Is dat zo? Ja, dacht ik toch? Maar de stoeltjes lift op de Main Street. Oh ja, nou doen we dat. Kijk, want hier is een beetje rustig, hè? Oh, het is wel heel druk hier. Godsamme. Oh, dat valt wel mee, Chris. Ga het gewoon doen. Nou, in de cable cars. Daar zijn we weer. Lekker. Ja, je laat het er nou zien. Kijk eens. Fonteintje hier onder ons. Kijk het paard. Ja, wist je die nog niet? Stond die de vorige keer wel? Loopt er al wat rond, Chris? Aan de muziek te horen wel, hè? Main Street. Kijk, dat is de Outcast. Die hebben we gehad. Ja. Wil je die doen dan? Die moeten we boeken. Wat, hè? Ja, ik ga ook op en neer. Het is niet te zien op de camera, dus dat scheelt. Het staat weer stil, hè? Ja, we gaan het weer uitstappen. Oh.
ik hoor ook enge muziek. En de pompoenen hier natuurlijk. Straks een paar meenemen voor het werk. Toch wel? Oh ja. Twee nog wel. Weer. Komt er iemand op de bak in naar ons? Nee, niet doen. Niet doen. Ah! Dat is een grapje hoor. Zo, hier is het druk. Ja. Nou wordt echt eng, hè, Chris. Dit is een rooktier. Kijk, daar komt hij weer. Wauw. Lekker baantje. Ja, Lost Trail gaan we weer naar binnen. Mooie. Ziet er mooi uit, zo met het licht. Ja, hij ziet er echt mooi uit, zo. Hij is ook best wel druk. Druk, ja. Voor de achtbaan. Ik denk dat het nog veel wachten is. Nou, misschien nog wel langer. Hij is niet goed hoor. Dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed, Chris. Dat, als je er zo uitziet, dat is niet goed. Daar nog zo een. Die is ook niet goed. En deze ook niet. Mensen, als je er zo uitziet, dat is echt niet goed hoor. Chris. Wat? Waarom schrik je nou zo? De beest van de wandelende tak. De wandelende tak, ja. Jeetje. Ja. Uit de kleutergewassen wandelende tak. Ja, dat is grappig. Zit je in de vlog, is dat erg? Nee hoor. Nee? Stukje soms van iedereen wel in de vlog, hè? Ja. Chris, durf je dat wel? Welke? Die gele hier. Ja. Zal ik alleen even met hem gaan? Ja. Oké. Okay. Geef ik jou dadelijk de camera? Ja. Offer ik me op. Toch nog een ronddraaiende attractie vandaag. Chris, ik zeg toch nog een ronddraaiende attractie vandaag. Ja. Maar hij vindt hem leuk. Oké. Gaan we doen. Heet dat ding? Tomahawk. Oké, nou, probeer het dan maar. Dat is net zo'n oude spin van vroeger. Ken je dat nog? Dat is ongeveer hetzelfde. Ja, hij daar gaat er 7 keer achter elkaar in. Dat ga ik dus ook niet doen, hè. Dat vond ik een beetje te. 1 keer, prima. 7 keer, nee. Leuk. Laat ik de camera even lopen.
sommige acteurs zien er goed uit. Ja, ik kom weer langs de struiken. Ja, dat is wat ik bedoel. Oh, die kant, hey daar. Gezien. Ja, op den duur kan je de plekjes wel aan. Maar die is eng, hè? Ja. Ja, ik zei net al, daar moet je niet in donker tegenkomen. Nee, pak wel een andere. Oh, daar heb je nu weer, ja. Ja. Hij blijft in zijn rol, hè? Nou, deze dan maar. Die is wel leuk. Die is ook eng. Is dat geen scare zone? Deze. Het zou wel mooi zijn als hier ook wat enge mensen zouden staan of zo. Ja, om het hoekje zo of net boven aan die trap. Ja. Wat voor volgend jaar, hè? Dus Slagharen, als je niet zien, wat voor volgend jaar? Scare zone. Ik heb hier wel eens anderhalf uur moeten wachten. Er staat bijna geen rij. Nee, er staat helemaal geen rij. Een bootje voor ons alleen. Ja. Nou Chris, de lowlight test. Ja. En ben je al in die tunnel geweest? Nee, nog niet. Moet je hier uitstappen? Ja. Waterval achter ons. Ja. Nee. Geen Efteling, hè? Wat doe je? Oh. Kijk maar. Oh, ga net op tijd uit. Yeah, special guest. Vleermuizen. Ah, mooi. Waar kijk je nou in? Dat is geen camera, die zit daar. Zo. Nou ben ik blind. Nou Chris, wat vond je ervan? Ah, is wel leuk, hè? Jij ook leuk? Ja. Ik vond hem ook leuk. Zullen we naar buiten gaan? Ja. Hebben we nog wat goudrapen? Dat wel. Kijk hier, allemaal wat goud op verzamelen. Je kunt er alleen niet bij komen, hè? Ja. Attributen. Yeah.
gaan we die kant op. Rare vogel. Goed verzonnen. Altijd jou. Altijd achter mij aanlopen. Ja, altijd hè. Kijk, daar komt ze weer. Wat je raar is. Kijk, komt er nog zo een aan. Reuzenratje. Die is niet eng. Die wel. Vraag van mij of het wel open is hoor. Nou, Chris, daar gaan we weer. Ja. En Justin natuurlijk. Reuzenratje. En hij is hard hoor. Wat? Ja, zie je. Niet iedereen zegt waarom gaat hij zo snel. Wel een mooi plaatje, jongens. Ja, de maan die verlicht ook nog een hoop, hè? Gold Rush is ook mooi hier in het donker. Oh, dat zijn mooie plaatjes hoor. Nou, koud in het reuzenrad, maar we zijn er weer uit. Ah ja, hoort erbij, ja. Als hij nog doet, doen we hem dadelijk. Heb je soldaatjes weer? Movie Park is hoger. Dus we gaan gewoon gezellig met ons drietjes. Zo, en nu wij. Dat was hem alweer. Ja? Ja. We komen eraan. Enge mensen. Schrok jij daarvan? Nee, dat niet. Ik ook niet.
misschien is dat de bedoeling, dat het een hele milde is. Ja. En dit een enge versie. Het kan zijn dat dit een enge versie is, hè? Ja. Maar die zag er gewoon echt eng uit, hoor. Eng voor die kinderen. Die zag er wel echt eng uit. Die was tenminste eng, toch? Ja. Deze. Wat denk je tenminste wel. Kom, we gaan hier even in. Is het nog wel, hè? Ja. Weet je het eng, Chris? Nee hoor, ik niet. Dat gaat hem niet worden, die kerk. Nee, dat past niet. Die is leuk, Chris. Dat is Mark zijn nog, die is leuk. Ja? Ja. Doe maar, is leuk. Word je niet misselijk in helemaal niks. Alleen als je een 7 keer doet. Dan wel. Dan wacht ik gewoon op jullie vandaag. Ga ik jou filmen nou? Ja, is goed. Dat was dan weer. Zijn ze weer klaar? Vraag hoe ze het vonden. Is ook leuk om te weten. Hoe vonden jullie het? Leuk. Die was leuk, hè? Ja. Niet voor een paar keer achter elkaar. Nee. Zeker niet van een paar keer achter elkaar. Hij was wel leuk. Ja, ik ben benieuwd of wij naar binnen mogen. Nee, ik ga eerst naar binnen. Hallo, Tina! Ik ben een beetje klein. Oké. Nou, daar kunnen wij niet op wachten. Half tien pas. Half tien? Ja, dat zei hij net. Nou, afspraak maar een ander huis. Nee. Nou, dan moeten wij helaas eruit. Ik heb ook geen zin om een half uur te wachten, hoor. Nee, maar dat duurt toch een half uur? Nee, het duurt geen half uur. We moeten wel een half uur wachten. Net gingen al die mensen eruit volgens mij. Ja, maar hij is gesloten nou. Hij zei net over een half uur. Dat bedoel ik, volgens mij was daar niemand uitgegaan. Oh, zo. Lopen, dus nou is hij gewoon weggelopen. Die rijden ging niet verder, maar voorin. Thijs, nou daar loopt hij nou, ja. Ik denk dat ze pauze hebben ofzo. Oké, hij gaat de rest aan het schrikken maken, denk ik. Watch
moesten ze jou weer hebben. Ja, nee weer. Oh, echt waar? Je was boos, hè? Ja. Die is aan het roken. Zie je dat? En jou bijna te pakken. Ja. Moet je ook niet zeggen, hij lijkt op mijn opa. Ja, dan komen ze juist achter je aan. Ja, dan had ik gewoon een crow's nest gaan we opzoeken. Zo. Eerste keer voor jou? In deze versie, hè? Ah, is wel een leuke versie hoor, is niks mis mee. Netjes de camera weer weg doen en dan komen we later weer terug bij jullie. Eerst even deze nog op de foto, op de film. Die vind ik wel leuk geworden. Hoe vonden we deze? Heftig. Beter dan vanmiddag zeker. Ja, beter. Dat is wel lekker hoor. Er staat een paar goede tussen. Nou, dat hij echt donker is, is echt goed. Ja. Ja. Ik vond hem ook best leuk. Die laatste hier vooral, ja. Net. Zo. Die verwacht je niet, hè? Nee, wat was afgelopen. Ja, denk je bent klaar. Nou, we gaan deze vlog ergens afsluiten. We gaan een plekje opzoeken. En een thumbnail schieten en hebben we het weer gehad. Ja, nog niet zo vaak. Nou, wat vonden we er allemaal van? Dat was hem weer, hè? Slagharen bij Halloween. Allerlaatste keer dat we slagharen hebben dit seizoen. En Justin, die kwamen we hier tegen, die wou ook mooi in de vlog. Dus, we hebben nog meegenomen in het Crow's Nest. We wouden eerst niet, maar toch gedaan. Toch gedaan. En in de freeval. Goed geschrokken. Ja. En de freeval, ook de eerste keer. Maar dat was voor ons alle drie de eerste keer. Op dit park wel. Op dit park wel. En we zijn een paar andere attracties ingegaan, wat we normaal nooit zouden doen, maar toch gedaan vandaag. Maar ik vond het heel leuk. Het was echt te doen. Het zag een heel leuke dag. Niet te druk, niet te rustig. Het was gewoon goed. Weer was prima. Dus ik zeg allemaal, lekker duimen omhoog. We gaan hem weer zo vlug mogelijk online zetten. Hopen we dan maar, ja. Voordat het anders zit, dan weer in de zomer. Voordat Halloween echt afgelopen. Voordat Halloween echt afgelopen. Dan moet je online. Dus we hebben wat te doen. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei.